pizza. Wow. Oh, het is koud. Wat heb ik het slecht, zeg. Persconferentie in Ibiza over een Nederlandse film. Dit is de presentatie van de cast van Verliefd op Ibiza. I don't wanna be a bus driver all my life. Ik zou bijna zeggen, Jim, welkom bij een nieuwe aflevering van Bananensplit. Als ik op deze knop druk, dan ben je niet blij met mij, denk ik. Zal ik proberen? Ben je niet blij? Ik denk vooral mezelf. Of niet? Ik weet het niet. Juist dat, laten we het einde doen. We wachten even tot het einde. We houden even droog. Oh. Dit is best prima. Ja, toch? Ik kan hier best aan wennen zo. Ik ben al gewend. Hoe lang ben je hier al? Net zo lang als jij. We zaten in hetzelfde vliegtuig. Oh ja, dat is waar. Ja, maar jullie zaten achterin. Ja, we zaten verdekt opgesteld. Wij mochten niet bij jullie komen. Elk interview is nu toch geopend met... Nou, we zijn hier op Ibiza. Ja. Nog een keer. We zijn hier op Ibiza en... Wisten jullie al dat we op Ibiza zijn? Gewoon vandaag. Op deze dinsdag. Kan. En het is verschrikkelijk. Ja, ja, ik heb het heel erg zwaar. Maar het is ook hard werk. Het leven van de actrice. Hè, van de journalist. Als je mij zou vertellen dat je de nieuwe Nederlandse Robinson Crusoe aan het maken bent, dan zou ik je ook geloven. Zou je dat geloven, ja? Ja, door die baard, hè? Is het baardje voor de rol of is het baardje gewoon iets van... Nee, het is wel voor... Nou, het is voor... Midlife... Nou, dan zou ik hem er heel meteen afscheiden natuurlijk. Toen je 11 was, dacht je van... Misschien dat ik ooit in een film op Ibiza ga spelen. Dat dacht ik inderdaad, ja. En kijk waar ik nu zit. Ja, en kijk waar ik zit. Weet je dat ik hier echt alles van gedroomd heb? Echt waar? Op een strandstoel zo in Ibiza met Kim te zitten. Ja. Wil je drinken? Ja, lekker. Mooi. Alsjeblieft. Dankjewel. Hou je van champagne? Ik vind het wel lekker, maar ik word het beste. Ik kan er niet zo goed tegen. Je wordt dronken? Ja, heel erg. Opeens. En dan? Ja, dan ben ik gewoon heel gezellig, maar dan neem ik... Raak je jezelf kwijt? Een beetje. Waarom kom je bij ons staan? Mag dat niet? Zit te kijken, Vista? Ik moet jullie interviewen. Oh, nee, maar niet zo dichtbij. Staan. Naast me, de beroemde tweeling, Marius en Jasper. Nee, verkeerd. Wacht, kun je even onder, hè? Nee, we moeten van dat balkje, staat hij hier nu dat onder? Ja, kunnen we dat zo? Marius en dan... Zo. Nog een keer, naast me, Jasper, Marius. Check. Oeh, dank je, ik krijg een glas water. Ja, het is warm hier, hè? Ja, het is wel... Waar zijn we ook alweer? Van de warmere locaties, man, hey, Ibiza. Oh, dit is Ibiza, ja, helemaal vergeten, man. King hell. Nou, we zijn dus drie zussen en Sanne komt zo direct van de van wc. Het toilet. Dat is zus drie. Dat is zus drie. Maar die heeft te veel wijntjes gedronken. Eigenlijk zus twee, dit is zus één, zus twee, zus drie. Oké, daar ben je. Wacht, ik ga even tijdelijk zus drie zijn. Ja, oké, dat is goed. Nee, zus 2. Zus 2. Dit is oud. Dus dan moet ik... Zus 1 pakt altijd de microfoon, want dat is de control freak. Okay, dan ben ik dus zo. Nou ja, dit zijn de drie zussen. Ik ben Gigi en ik speel de rol van Zara. En ik ben de control freak. En ik speel een moeder voor het eerst in mijn leven. Dus dat betekent, ook dit jaar word ik bijna 30, dat ik nu echt niet meer de hele jonge rollen kan spelen. Dat vind ik heel naar. Je krijgt water aangeboden. Oh, lekker, dankjewel. Because he's a star, hè? Huh? Yeah. He gets water. And I'm a nobody. I need water to talk to you. It's good for his throat. Oh, was please. Wauw, nu word ik ook behandeld als een ster. Kijk. Omdat ik naast jou sta. Ja, toch? Dat ga ik vaker doen. Thank you, sir. He's a famous reporter, so. Thank you very much. I've seen you before. I don't know where. Ja. CNN, probably. Verstond hem niet, maar zeg wel ja. Ja? Ja, Jim. Ik was Proost. Net champagne aan het drinken met Kim, maar water met jou is ook leuk. Hij staat te zweten op de camera. Ik ga nu bijna voor een microfoon drinken. Dat nee, moet je niet doen. Hoe is het ermee? Ja, wat denk je zelf? Ja, ik weet het niet. Ik sta hier een beetje koud te vatten. Ja, het is verschrikkelijk. Champagne is lauw. En het regent in Nederland. Hoe fijn is dit? Dit is jullie werk. Ja, ongelooflijk. Keihard werk, echt. Ja. Het is zwaar. Het is heel zwaar. Maar je hebt veel aan elkaar. Is het nou echt werk of is het gewoon half vakantie? Ja, het is eigenlijk geen echt werk. Nee, ja, ik kan hier doen alsof het wel zo is. Zijn slechtere klussen bedoel je? Ja, het is toch geen leven joh. Ik bedoel, ik realiseer me dat hoor. Mensen, echt waar. Ik weet waar ik vandaan kom en eigenlijk verdien ik dit niet. I'm not worthy. En daar is onze tweede zus. Zij is de middelste van ons twee, van ons drie. Hi. En zij moet... Tada! Vertel eens wat over je rol. Ga jij in bikini? Ja. Dus de vervelendste vraag die je daar mee krijgen. Ben je aan het sporten en heb je iets opgesmeerd op je billen? Ik ga niet in bikini. Ik ga... Voor ik als een vraag stellen. Oh, oké, okay, sorry. Ik zeg, heb je gesport? Ik loop 3 keer per week hard. Ik doe 2 keer per week allemaal oefeningen. En ik smeer anticellulitis crème op mijn billen voor deze film. En ik ga ook nog onder de zonnebank. Allemaal voor jou naar huis. Ik ben Lexus, een popartiest, maar dan wel een beetje over zijn hoogtepunt heen. Die heeft ooit
hits gehad en daar is geld mee. Je woont. Een soort Danny Christiane. Nou, ik vind het meer Barry Hay of zo van de Golden Earrings. Ga jij zingen in de film? Ik zeg niks. Ik hoop van niet, maar ik neem aan van. Ja, want anders weet je ook mijn volgende vraag natuurlijk. Mm-hmm. Hoeveel van die glaasjes paai heb je nodig? Nee, ik ga niet echt zingen hoor. Wat denk je? Nu ben je er geweest. Een paar uurtjes. Ik heb net Lona van Roosendaal topless gezien en alles klopt. Waar ben jij geweest? Grapje. Ik heb volgens mij de verkeerde mensen zitten interviewen. Waar kijk je het meest naar uit? Niet zeggen de zoenscènes met Gigi, want vind ik een beetje... Oké, dan zeg ik dat niet. Goed. Hey, succes. Dankjewel man. Goed, ik vond het een heel erg leuk interview. Ik ben we echt... zijn nog niet klaar, we hebben nog heel veel dingen nee, te vertellen. Ja, precies. Nee, ik ben dus Bibi. Ik heb een idee, ik ga even champagne drinken aan de bar. En dan ja, handen. Is goed. Ja. Nou, leuk dat jullie kijken. Ja, we kijken naar de film Verliefd op Ibiza. Graag. Verliefd op Ibiza. Daar zijn wij. Als je de grote borsten wil zien. Van mij. Van Mardi. Oh, en van Sanne. Niet van mij, maar ik ga wel met blote tenen. Ik zeg het je. Ik doe het. Kom allemaal kijken, oké? En zend dit alsjeblieft niet uit, want wij krijgen straks heel veel spijt als we dit terugzien. En Johan ook, dat hij ons gecast heeft. Tot dan!